Yo, wat zijn mensen, Tips Gamer hier en vandaag weer een nieuwe video. U zult wel denken, waarom weer een nieuwe video? Want je zou nu op het andere kanaal en weet wat? Nou, het is tussendoor een beetje gekomen. Ik heb een e-mail ontvangen van een bedrijf genaamd Antec. Ze hadden mij gecontacteerd om te vragen of ik een product van hun wou showcase. Even wil laten zien in de video, even een unboxing video van me wil laten zien. En ik dacht van, nou, wat had ik dan nodig? Ik heb al een computer en alles heb ik al staan eigenlijk. Maar één ding wel is, mijn computer is niet meer zoals het was. Tenminste, mijn kast. Mijn USB-poorten doen niet meer en het is allemaal een beetje een rommeltje. Dus daarom dacht ik van, nou, ik kan op zich wel weer een nieuwe kast gebruiken. Nou heb ik niet allemaal keuze gemaakt voor fancy RGB dingetjes en meegevat. Ik wou gewoon een clean PC hebben die gewoon lekker stil is en gewoon normaal uitziet. Dus niet een gigantisch monster dat allemaal lichtstraaltjes overal heen schiet of weet ik wat. Dus ik wou gewoon een mooie, moderne, strakke case hebben. En die hebben ze mij, als het goed is, gebracht. Ik heb het natuurlijk nog zelf niet gezien. Ik weet er wat er natuurlijk in zit. Maar ik heb niet in ware lijve gezien wat het is. Dus daar gaan we samen achterkomen. Ik heb hier de kast staan. Ik heb nog een andere camera. Hey, hallo daar. Ik heb nog een andere camera om even beter te kunnen zien natuurlijk. Dit ding te laten zien natuurlijk jullie. Want ja, ik kan niet met die camera. Kan ik niet allemaal dingen weer doen. Dus ik heb twee camera's. Die en deze. En dan gaan we kijken wat dit voor kastje is. En of het een beetje een leuk kastje is die wellicht mijn computer kan vervangen. Of tenminste mijn computerkast kan vervangen. Kitty, stil! Ik heb de kat een beetje buiten gesloten, want die is een beetje vervelend. Die miauwt al het ondertel, dus sorry als je dat hoort. En we gaan dus eerst dit kastje openen. En ik heb hier mijn waardige, trustworthy mesje. Om dit mooie, prachtige pakketje te openen. Hij is ook trouwens deze mesjes van zien. Ik heb wel een link in de beschrijving waar je ze kan krijgen. Ik krijg vaak wel eens de vraag, waar koop ik die mesjes? Link in de beschrijving, check it out. Oké, ik zal eventjes mijn webcam een beetje omhoog zetten. Zodat je iets meer ziet. Zo, dan zal ik eventjes de pakketjes gaan openen. Even laten zien wat er allemaal in zit. Zo. Ik kan deze webcam kan ik heel gemakkelijk pakken en jullie laten zien wat hier allemaal zo in zit. Nou, moet je eens kijken. Dus dit is in principe de box wat je krijgt. Je krijgt gewoon de kast natuurlijk en twee stukken schuim om het stevig in te houden. Het ziet er hartstikke stevig en goed uit, dus ik verwacht ook niet dat het ooit zal stuk gaan. Oké, laten we deze maar unpacken. Alleen, nu ga ik het een beetje op een veilige manier doen. Oh my god, hier hebben we het kastje en ik zal hem even op de grond zetten. Zo, en dan schuiven we hem eruit. Ah, shit. Oh ja, dit is trouwens de P101. Dit is de P101S, voor dat je het nog wil weten. Dat is degene die ik in box. Altijd heel handig om mijn informatie vooraf te geven. Oh, professional unboxing, right there. Ik doe dat soort video's dus nooit. Misschien ook om een reden, denk ik, dat mensen me niet dit soort dingen laten doen. Ah, en blijft haken. Je handvaten blijven haken. Ook een momentje geduld, alsjeblieft. Zo. En dan pakken we de ding uit. Woep. En daar hebben we hem dan. Daar hebben we het kastje. Oh, oh. Dat ding heeft me echt een schok gegeven van je welste. Holy shit. Oh my god. Fucking amateur programma dit, joh. Holy shit. Ga weg! Dankjewel. Oké. Dus hier heb ik kastje. Ik scheur het plastic gewoon af, want dit is toch gewoon niet meer nodig. En ik heb het zin om het moeilijk te gaan doen. Dus dit is de kast. En ik zal je zeggen, hij is anders dan ik verwachtte eigenlijk. Hij is cooler dan ik verwachtte. Ik had niet zo heel veel uitgezocht. Ik dacht van, ik laat me wel verrassen. Maar hij ziet er op zich best wel sleek uit. Wacht, ik pak deze camera wel eventjes, zodat jullie mee kunnen kijken. En hij ziet er best wel sleek uit. Holy shit. Nou, wat ik dacht oorspronkelijk bij deze kast was dat deze ingangen, deze ventilatie ingangen, dat die ook aan de rechterkant zouden zitten. Maar het zit er dus niet. En ik denk dat dit een schuifdeurtje is. Hoe zit dit? Hoe kan je deze openmaken? Dat vraag ik me af. Ik wou me laten verrassen. Ik heb niks gelezen.
Dus excuses. Kan ik deze open drukken? Is het magnetisch? Is het... Oeh. Is een vet... Oké. Okay. Dus hier heb jij je powerknop, je hebt jouw resetknop, je harde schijflampje verwacht ik. En dan heb je fan speed control, dus je kan gewoon instellen hoe snel je ventilator draait met dit switchen. Dus je kan heel zacht laten draaien. Audio en microfoon jack en je USB poort. Dan heb je hier twee USB poorten 3.0 en twee USB poorten 2.0. Dus dat is allemaal wel hartstikke mooi natuurlijk. Nou zit ik alleen even te kijken. Hoe ik dit prachtige kastje nou de voorkant van kan openen. Want dat is de uitdaging. Ik wil de voorkant eraf. Oh, oké, okay, ik heb het gevonden. Het is blijkbaar... I like this very much. Het is blijkbaar een magneet die het vasthoudt. Dat is wel vet. En hier zul je zien drie ventilatoren in zitten. En je kan dit schermpje ook nog de weg halen. Dan zie je ze nog helemaal mooier. Oh jongen, dit is een prachtding. Ik vind het nu al magnifiek. Dus je hebt hier de dustfilter. Die kun je zo eruit halen. Die kun je natuurlijk helemaal schoonmaken als je dat wil. Dat is heel gemakkelijk. Het is hetzelfde gemaakt als met mijn vorige computerkast. Dus daar ben ik blij mee. Alleen ik vind dit wel een pluspuntje. Is dat het gewoon een magneetje is. Dus je hebt niet meer van die klikpaneeltjes die toevallig stuk kunnen gaan of wat dan ook. Dit is gewoon een magneetje wat erop zit, die je zo vast kan, of los kan krijgen en that's it. Dat is best wel een nice dingetje. I like it, ain't it? Very nice. Je hebt ook van het foam op de zijkanten. Dat is bedoeld om de kast zo stil mogelijk te houden, zodat je de ventilator niet hoort. Ik zag dat een negatief punt was van dit kast, is dat de onderkant een hele lange dustfilter heeft. Dus het is niet gemakkelijk zeg maar, want deze moet je eruit schuiven. En je moet dus wel best wat ruimte hebben op je bureau om deze eruit te schuiven. Dus dat is wel een beetje jammer. Letterlijk, van de vorige kast heb ik deze dingen ook nooit uitgeschoven. Dus voor mij zal het dan niet eens zozeer een probleem wezen. Maar voor sommigen is het wel echt een probleem als je heel vaak jouw dustfilter wil verschonen. Dus dat heb je aan de onderkant, gewoon pootjes. Staat extra mooi hoog. En ik zal hem eens even openen. Even kijken hoe dit gaat. Want ik vraag me af of dit met die schuif... Nou, ik zie hier tipscrews, dus er zitten van die schroefjes aan de achterkant. Die blijven niet erin zitten, dat is wel jammer iets. Sommige kasten, dat heb je wel eens, dat sommige kasten, zeg maar, de schroeven die blijven erin hangen. Dus dan hoef je ze nooit zeg maar, ergens neer te leggen of wat dan ook, dan blijven ze gewoon mooi erin. Bij deze is dat niet zo, is jammer, maar ja, hoe vaak open ik mijn kast? Ook nooit. Dus neem ik aan dat we gewoon eruit schuiven. Het gaat wel een beetje moeizaam. Of ik oh. Oké. Okay. Note to self. Dit is geen schuifkast. Dit is geen schuifkastje dus. Ik ben wel gewend dat al mijn kasten schuifkasten zijn. Maar hier zitten van die dotjes in. Even kijken, kan ik er focussen? Die gaatjes in, dan klikt het vast. En hier zitten van die rondjes in, die dus erin poppen eigenlijk. Dus je moet hem eigenlijk eraf trekken en niet schuiven, zoals ik deed. De foam aan mijn zijkant zit hier vrij los, zoals je hier kunt zien. Het zit vrij los, dus ze hebben niet echt goed dit aan vast geplakt. Ik voel wel dat het nog plakt, dus ik kan het gewoon zo opdrukken. Maar ja, waarom dat überhaupt niet al vastgedrukt is, dat snap ik niet. Is niet een probleem, want ik doe het nu uiteindelijk natuurlijk. Maar ja, waarom het los is, zit, I don't know. Misschien dat het een beetje los gaat of zo over de tijd heen. Over hoe vaak je het loshaalt, een week of wat, dat weet ik niet. Maar... Dat is wel een dingetje even. Dus eindelijk valt dan eventjes de foam even beter vastzetten. Dit is de kast. Holy shit. Ja, het is een mooie kastje. Dat moet ik wel even toegeven. Je hebt een eigen afdeling. Of afdeling. Je eigen ruimte voor je power supply daar. Je hebt allemaal slots voor je harde schijven. En je hebt natuurlijk je harde schijf ruimte. Wat je, of harde schijf. Jouw Blu-ray disc speler kun je daarin zetten hierboven. Dan vraag ik me wel af. Dat is eigenlijk een dingetje waar ik me afvroeg. Op mijn vorige kast kon ik deze niet eraf halen. En ik gebruik toch geen cd-speler, dus ik vraag me af heel erg hoe het met deze zit. Of we deze eraf kunnen halen. Even de schroefjes eruit. Kijk eens. Dus dit is de achterkant van de kast. Zoals je ziet hebben we ruimte voor SSD staan neer te zetten.
We hebben nog een extra fan aan de achterkant trouwens, dat ik nog ook niet gezegd heb. Maar dat is wel even een leuk dingetje om bij te zeggen. En we hebben hier de ruimte, dus hier de harde schijfcase, die kun je zo eruit schroeven en eruit halen als het goed is. En je harde schijfkastjes of opslagpunten, weekvold, hoe je dat allemaal noemt, kun je ook eruit schroeven, wat ook dus hartstikke goed is. Ze hebben hier ook allemaal straps aan de achterkant, waar jij dus jouw kabels manager. Dus dat is ook een toppunt, dankjewel. Echt, dat is super handig, want ik had met mijn vorige kast kon ik dat helemaal niet doen. Dus mijn vorige kast is een absolute nachtmerrie, één grote slangennest. Dus ik ben wel blij hiermee, dankjewel. En voor de rest, het is een hartstikke nette kast. Hieronder kan dus jouw power supply erin. Zoals je ziet, kan hier de power supply. En ze hebben gewoon overal zwarte kabels bij. Dus als je echt op uiterlijk bezig bent, dit zijn gewoon zwarte kabels, die passen gewoon overal een beetje netjes bij. Maar goed, dit is dus de kast, jongens. Link is naar alle beschrijving van de producten die je kan halen. Dus ik zou zeggen, als je daarop klikt, veel plezier. Voor de rest, algemeen, wat denk ik van de kast zelf? Ik vind de kast echt een super prachtplaatje. Hij ziet er super sleek uit. Super modern, design is echt prachtig. Je kan deze gewoon in je woonkamer zetten. Hij ziet er hartstikke modern uit, stijlvol. Je kan het gewoon in een office zetten, wat dan ook. Het is echt een prachtplaatje. Dus ik ben er super tevreden mee. Dankjewel Entek voor deze video te sponsoren. En ik zie jullie allemaal in de volgende video. Jongens, tot ziens.